Ja, ik praat nog even verder met Stefan Sintobin van Vlaams Belang. Dag, meneer Sintobin. Bent u zelf een van die automobilisten die zich wel eens ergert over de staat van de wegen? Ja, ik kan mij als automobilist niet alleen ergeren aan de files, maar ook aan de staat van de wegen natuurlijk. Omdat ik eigenlijk vind, als Vlaming, als belastingsbetaler, hebben wij recht. Er gaat enorm veel geld, miljoenen en miljoenen euro's, naar het onderhoud en naar de staat van onze wegen, snelwegen, autosnelwegen, gewestwegen, lokale wegen. Dus ik denk dat wij, of dat wij allemaal samen als automobilist toch wel recht hebben om op een goede staat van onze wegen. En dat dan de overheid is om daarvoor te zorgen. Ja. Maar je kan natuurlijk geen omelet bakken zonder eieren te breken. Als de overheid dan haar taak ter harte neemt en ervoor zorgt, dan krijg je wegen werken en dan ergert die automobilist zich opnieuw. Ja, het is misschien wel zo dat een automobilist de heden ten dagen komt, natuurlijk ook omdat er heel wat wagens zijn bijgekomen. Maar voor mij is het vooral te doen om de coördinatie van de werken, om het beter afstemmen van de werken op elkaar. Er gebeuren werken op gewestwegen en in de onmiddellijke omgeving gebeuren ook werken door lokale overheden. Ik vind dit niet kunnen en vandaar dat er een betere coördinatie, een betere afstemming, betere afspraken moeten gemaakt worden tussen enerzijds het gewest en anderzijds de lokale overheden. Want het kan niet dat de lokale overheid zegt van wij zijn niet op de hoogte van de timing van wanneer dat die werken door het gewest zullen uitgeven. Ja, want u stelt die vraag natuurlijk hier aan de minister. Wat kan hij doen om die lokale overheden te dwingen die coördinatie te verbeteren? Ik denk dat minister Weijts toch wel bevoegd minister is van mobiliteit over gans Vlaanderen en ook wel in contact staat met de lokale overheden. Zijn dat de lokale besturen, hè? Ja, voilà, ook met de lokale besturen. Ik denk terecht, ook de lokale besturen hebben hier een verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk dat het niet kan dat of het gewest of de lokale besturen de problemen afschuiven op een ander. Ik denk dat het belang van de automobilist moet voorop staan. En vandaar mijn pleidooi voor een betere coördinatie, voor betere afspraken tussen enerzijds het gewest en anderzijds de lokale besturen. Ik denk dat het toch niet echt moeilijk moet zijn om met elkaar rond de tafel te zitten om een en ander te plannen. Ja, misschien dat we dit jaar een iets wat vertekend beeld krijgen. Het is jaar van gemeenteraadsverkiezingen, het is klassiek. Tijdens zo'n jaren wordt er wat meer verbouwd langs Vlaamse wegen en zeker in dorpskernen. Misschien naar het volgend jaar al automatisch een beetje beter wordt, want dan zijn die verkiezingen achter de rug, zijn misschien de meeste van die lokale werken achter de rug. Volgend jaar zijn er natuurlijk ook verkiezingen. Ja, gewestverkiezingen, maar goed. Ik denk dat de automobilist daar niet zoveel onderscheid in maakt. En ik denk ook niet dat lokale besturen geneigd zijn om nu wegenwerken te gaan uitvoeren. Lokale besturen zijn nu voornamelijk bezig aan het afwerken van het gaan aanleggen van een mooi plein en andere zichtbare dingen. Dus ik denk niet dat we de komende maanden, maar ik vrees wel een beetje natuurlijk dat wat betreft de autosnelwegen, dat er de klassiek komende maanden, in de zomer worden die aangepakt. In de zomer worden heel wat grote projecten gepland. Natuurlijk zal ook de onderhoudsachterstand wat betreft gewestwegen en lokale wegen, want we hebben ook wel een winterprik gehad, wat winterschade met zich heeft meegebracht, dat daar een cumulatie zal komen van. Goed, als er beter gecommuniceerd wordt en beter gecoördineerd wordt, is het voor u best oké? Voor een stuk wel, maar er zou natuurlijk ook wel wat moeten gedaan worden aan een betere signalisatie bij wegenwerken natuurlijk. Want nu gebeurt het soms dat automobilisten van de ene omleiding naar de andere worden afgeleid, waardoor ze op den duur niet meer weten waar dat ze eigenlijk zitten en waardoor ze zich opnieuw gaan ergeren. Dus betere communicatie, betere afstemming en ook preventief onderhoud kan heel wat problemen... U weet natuurlijk ook dat steeds meer automobilisten gebruik maken van apps op hun smartphone om sluipwegen te zoeken en die ook vinden. En het probleem op die manier ook wel een beetje wordt opgelost. Ja, maar dan zit je dan natuurlijk met het probleem van de sluipwegen natuurlijk, waar dan ook weer problemen ontstaan in lokale dorpskernen. Die vinden natuurlijk dat al dat verkeer door het dorp niet kan. Ja. We hebben dat gezien met de gevolgen van de kilometerheffing voor de vrachtwagens. Dat vrachtwagens inderdaad andere wegen gaan zoeken, maar eigenlijk terechtkomen op wegen waar ze eigenlijk niet hoeven en niet mogen te zijn. Waar die wegen opnieuw moeten hersteld worden, want het vervoer is zwaar. Maar ik zeg niet dat dat in 1, 2, 3 opgelost is, maar ik denk dat een betere communicatie, een betere afstemming tussen de verschillende overheden, een betere signalisatie van de werken, en dat al een groot probleem zal verholpen worden. En moet het
openbaar vervoer beter afgestemd worden op die wegenwerken, wat u betreft? Wel, openbaar vervoer zou in de eerste plaats moeten stipt zijn, zou in de eerste plaats ook moeten comfortabel zijn. Ik ben ook gebruiker, ik ben niet alleen gebruiker van de auto, ik gebruik ook het openbaar vervoer. En ik stel regelmatig vast dat bijvoorbeeld de treinen nooit op tijd rijden. Ja, maar goed, de vragen moeten natuurlijk overvol gesteld worden. Ja, moet er natuurlijk een afstemming ten opzichte van elkaar. Minister Weitz is ook bevoegd voor de lijn. Er is onlangs een tevredenheidsenquête geweest over de lijn en eigenlijk ook daarover valt er eigenlijk weinig goeds te zeggen. Nog werk aan de winkel. Bedankt in elk geval voor dit gesprek, Stefan Sintobin. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.